passie is creëren? Kijk, heel nors hoor. Ja, oh ja? Ja, dat is heel mooi. Ik kan in Photoshop kan ik daar wat aan doen hoor. Ja, ja. Ik ben nogal eigen in een aantal zaken en het boeit me niet zoveel wat andere mensen zeggen en denken. Ik maak wat ik leuk vind en als iemand daar een etiket op wil plakken, ik vind het goed. Ik noem mijzelf een digital artist. Ik heb mijn eigen beeldmateriaal. Ik werk altijd met naakten, waardoor ik geen last heb van kleding en bandjes en dat ik ofwel zwart-wit kan maken, ofwel kan inkleuren. Maar dat ik echt van nul de lijnen kan invullen zoals ik ze wil. In mijn werk vinden ze me vaak eigenwijs. Je moet maken wat je zelf mooi vindt. Ja, er zijn wel werken bij waar ik echt trots op ben. Mijn eerste grote werk wat ik volledig digitaal gemaakt heb. Ik hou van de vrouwelijke lijnen, maar niet vanuit het sensuele. Maar ik vind het lijf mooi. En daar kun je heel veel mee uitdrukken. Mijn werk gaat over de struggle. En die kun je dan zelf lezen in het werk of niet. Ik werk met jonge vrouwen. En ik tref wel heel vaak vrouwen die allemaal een verhaal hebben. Het leven gaat zoals het gaat. En het enige wat ik zou hebben gewild, dat ik vroeger me meer bewust was geweest van mijn talent. 9 van de 10 keer is het worstelen. Gewoon kijken, opnieuw beginnen, weggooien, schelden, boos worden. Ja. En geïrriteerd te raken als iemand er iets van zegt. Nou, dat is echt kloten. En dan gaat het fout, omdat ik op een verkeerde lijst sta. Wat ik nodig heb om iets te maken, ja, is rust en eigenlijk een lege ruimte. Niet alleen in fysieke zin, maar ook in overdrachtelijke zin. Het moet leeg zijn om me heen. Het moet niet voor me ingevuld worden. Ik ben opgevoed van leef netjes en lach niet te veel, want er valt dus veel te lachen. Wat mensen aan mij bijzonder vinden, je kunt niet zo heel veel met hem lachen, want hij is serieus. Echt. Als ik niet kan creëren, dan ben ik ongelukkig. Ik ben wel ook gedreven om iets nieuws te maken, om verder te komen. Ik ben Johan, dit is mijn kunst.